Wat was de officiële naam van Rembrandts schilderij De Nachtwacht? En welke collega van Rembrandt stond in de jaren 70 en 80 met zijn kop op een briefje van 10 gulden? Wat was het beroep van de moordenaar van Willem van Oranje? En hoe heet de poes van Jip en Janneke? Deze en andere vragen in De Slag bij Nieuwpoort. Een nieuwe kennisquiz over de geschiedenis en cultuur van Nederland. De Slag bij Nieuwpoort. Elke zaterdag bij de AVRO op Nederland 2. Hij had nooit in de gaten dat er ergens hier in dit theehuis fotografen zouden zitten. Sinds 2005 beschermt de mediacode de koninklijke familie. Hoe was de verhouding tussen fotografen en het koninklijk huis daarvoor? Straks in andere tijden. En nu stopt de tijd. Welkom bij een nieuw seizoen Stop de Tijd. Het is de nostalgische quiz over de recente Nederlandse geschiedenis. En aan de hand van soms opzienbarende, soms ontroerende, maar vooral ook veel komische televisiefragmenten nemen we de geschiedenis van het Nederland van de jaren 50 tot en met de jaren 80 met u door.